Meneer, denkt u erom, u bent boven de 50. Dat klopt. En toen ging Max Tailleur, die juist 50 jaar was geworden, naar zijn huis in Amsterdam aan de Amstelkade. Onder een aan hem gewijd portret van Eppo Douwe stonden de verjaarscadeaus uitgestald, waaronder een speculaas Abraham. Onze nationale moppetapper was bijzonder in zijn nopjes met een aardbol die hem deed terugdenken aan zijn grote reizen, waarin onder andere een optreden in de Verenigde Staten was opgenomen. Dat werd georganiseerd door een andere Max, die even uit Amerika was overgewipt. Max Tak. Hallo Max. Van harte gefeliciteerd. Oh, fijn dat je gekomen bent, Max. Dat weet je toch zo graag. Vertel eens, Max, heb je hem al gezien? Wie? Abraham. Abraham? Ja. Ik zie nooit alles aan Abraham en ik ken hem op van Abraham. Nee, Bram heeft een dierenhandel. Komt een man bij binnen die zegt, heeft u voor mij een mooie papegaai die spreekt? Bram, nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel een zeldzame. Die legt vierkante eieren. Zat hij maar, ja, dat is wel buitengewoon. Maar spreekt hij helemaal niet. Dus Bram, dat is overdreven. Af en toe dan zegt hij, oh,